Ik hoop dat hij nou veel goed. Ik weet het niet. Jawel, hij telt op. Oké, dan gaan we praten. Jurjen heeft zijn arm gebroken. Dus nou ja, hij heeft zijn vingers eigenlijk. Oh ja, zijn vingers. Ja, twee vingers. Dus hij kan niet filmen, dus vandaar dat wij eventjes... Wij gaan eventjes een kijkje in de tent nemen. Want ik ben zijn zusje en ik ga altijd met Inge en nog een paar meiden naar de tent. Matties. Maar iedereen is werken, dus wij dachten, laten wij naar de tent gaan. Hola, ik ben Jurjen Haast. Ik ga dit jaar het Corso vloggen. Yes, hij doet het weer. Nee. Goed op zelf, motorbike. Tadaa, is hij dan? Ja, nou lopen we dan in plaats van fietsen over de fietsbrug. Want tijdens het introkamp ben ik gebungee jumpen. Alleen dat is net niet helemaal volgens planning gelopen. Je hebt zeg maar dat touw en er zijn drie van mijn vingers tussen gekomen. Want dat touw is er omheen geslagen, dus ja, nu gaan we lopen naar de tent toe. Hallo, wij zijn Debbie en Inge. Ik ben zusje van Jurjen. En ik ben vriendin. Ik had met Debbie naar de tent. Ja, en we gaan meestal met een heel groepje, maar ja, iedereen is werken. Dus daar zijn wij over. En we doen dit omdat Jurjen zijn vingers heeft gebroken. Ja. Ja, dus hij had niet zoveel tijd. Dat legt hij zelf nog wel uit. Ja, waarschijnlijk. Dat is veel leuker, want wij kunnen dat niet zo goed. Wij zijn er gewoon niet zo goed in. Nee, maar we doen het gewoon even voor Jurjen. Ja. En wij staan hier zo bij de golven, al helemaal onderaan. Het is al best wel ver. Nog een klein dingetje, zoals puntje op de i. Hier zo moet het wit nog op. En het pur allemaal nog. Bij sommige golven is het al gedaan, zoals bij deze. En op die pur komen allemaal van die witte bloemetjes. Ja. Zoals je dat bij echte golven ook zou zien. En dat wordt volgens mij best wel mooi, hoop ik. En nou gaan we eventjes daar naartoe, want dan kan je het proefbootje zien die een van de ontwerpers heeft gemaakt met nog iemand. Dat is dat ijzeren ding, dat is een van de booten. Oh ja, ik heet Debbie trouwens. En dat is Inge. We gaan nou even... Dat hoeft niemand te weten. Ja, Jurjen zet er maar muziekje onder op. Ja. Hier zijn alle randjes geplakt, er moet alleen nog maar wit overheen. En dan is dat klaar. Dit is de wolken, maar ik denk dat jullie dat wel snappen. En moet hier ook nog wel wat gekarteld worden. Ja, hier moet nog gekarteld worden, denk ik. Ja. Oh, de winting. Oh, de winting. Ja, lekker. Oh, dank je, Dion. Dit is wel heel lekker. Het is super heet, want het is heel warm deze week. Het was 30 graden of zo. Ja, het was 30 graden, dus wij zijn naar de tent. Oh, god, hier wil ik echt heel tijd staan. Oh, wij gaan ook hier plakken. Dat vind ik wel een goed idee. Nou, dit zijn dus de wolken. En dan ga ik hem uitzetten. Uit. 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 Zou Dion weten hoe het hier uit moet? Hè? Zou Dion weten hoe het hier uit moet? Dion! Weet je hoe zo'n ding uit moet? Nou, wij zijn aan het filmen, maar hij moet uit, maar dat lukt niet. Wat? Ja, maar dat knipt Jurjen er wel uit, hoop ik. Ja. Dadelijk zit heel dat ding vol. A few moments later. Ja, hoop ik. Huh? Hij kan vast wel knippen, hoop ik. Ja, dat is vast wel. Hij is nou heel de tijd aan het tellen, maar ik weet niet hoe dat ding uit moet. Ik heb niet alleen dat gezegd dan. Jawel, maar hij doet het niet. Ik snap het wel. Hier zijn ze ook allemaal aan het karton en zo. Ja, en aan het plakken vooral. Hier zullen nog heel veel gekartond worden. Nou ja, niet heel veel eigenlijk. Hier naar beneden ook, hoor. Ja, daar zo. Dat zijn zeg maar de deel van de wolken nog. Ja. En hier zie je ongeveer hoe het wordt, de vorm. En dat moet allemaal nog wit overheen, zoals daar. Dat hebben ze gisteren gedaan en daar zijn ze nu mee bezig. En daar zijn ze ook bezig, zo te zien. Ik heb me goed verstaan door dat ding dat blaast. Maar dit zijn de wolken. Ja, ze moeten echt nog in het wit, dan gaat het er heel anders uitzien. Maar nu zijn ze eigenlijk alleen de randjes geplakt. Het ziet er eigenlijk best wel vet uit. Ja, wij moeten dan wit maken. Ja, wij gaan het ook zo plakken. Oh, kijk eens wat hier staat, Inge. Oh. Wij hadden gekartond en we hadden onze namen erop geschreven. Dus dat is wel grappig. Oh, daar heb ik een zonnetje. Je ziet ook wel dingen van mensen hier iets op hebben gezet. Ja, heel veel ze hebben dat gewoon opgezet. Dat is eigenlijk best wel grappig. Oh ja, hier moet ook nog wel wat gekartond worden.
Hoi Dion. Ik sta nu op een verhoging. En het is zeg maar de wagen van een afstand. Ik hoop dat jullie het een beetje goed kunnen zien. Het is vanmiddag heel rustig, dus je ziet niet zo heel veel mensen aan de wagen plakken. Maar anders volg ik vanavond nog wel een keer. Dan zien jullie echt dat er heel veel mensen aan bezig zijn. Dat is wel mooi om te zien. Doei! Doei. Tot vanavond! Tot vanavond. De zonnewijzers staan er ook weer. Voor welke kant dat mensen op moeten. Dus die kant op, rug verder Roosendaal. En die kant op, daar is het spektakel. Weer een dingetje, typisch koolse dingetje erbij. Wat is jouw klas hier voor de leren? Ja, niet zo naar achter. Nee. Ja, zo. Nee, dat is helemaal vol, dan zit ik weer op 70. Ja, om vast te houden. Dat is 70 en naar achter. Maar dit is dan wel. Ja, het is echt makkelijk. Ideaal zitten. Ja, dit is te krap, hè? Dat is niet veel. Eigenlijk al 40. Hier, alles moet zwart. Oh, je moet het zijn al zien. Als het kan, als het maakt. Nou, dat weet ik niet. Lukt het, Bianca? Huh? Lukt het? De versters. Overal kleurtjes. Overal kleurtjes. Dus we gaan goed vooruit. Ah, we zijn er bijna. Nog een paar dagen en dan gaan de bloemen erop. Nou, mocht je er nou leuke vlogs in vinden, klik dan hier zo boven op het abonneerknopje. Ik ben er een paar dagen tussenuit waarschijnlijk. Morgen is de operatie. Ja, hopelijk gaat het goed komen. Tot de volgende keer.